Het ziet er gevaarlijk uit zo. Ja, ik kreeg de complimenten van de trainer. Hij vond dat ik er beter uitzag dan normaal, dus heb ik me aangenomen. Hey, het is mooi nieuws, hè? De contractverlenging. Langer bij jouw club mogen spelen. Ja, zeker wel. Ik speelde natuurlijk al hartstikke lang. En het is mooi dat ze nu al naar voren komen om dat extra jaartje erbij te plakken. Dat geeft toch wat zekerheid. Gaat de ontwikkeling ook naar behoren als jij als je naar jezelf kijkt, als je bij jezelf je gevoel raadpleegt? Ja, sommige mensen die denken als je niet alles speelt gelijk vanaf het begin, dat je dan of stilstaat of niet ontwikkelt. Maar ik heb zeker het gevoel dat ik stappen heb gemaakt, ook dit seizoen. En ik voel me goed, dus ja. Aanvankelijk ging het heel hard, hè? Jij kwam hier eigenlijk als een komeet, brak je door. Ja, ging vorig jaar vrij snel inderdaad. 18 wedstrijden gespeeld in totaal. En daar was ik heel tevreden over. En dit jaar nu iets minder, maar ondertussen zit ik op 5, 6 volgens mij. Dus we gaan gewoon lekker daar. Ontwikkelen is het belangrijkste en dat doe ik nog steeds. Dus alles gaat volgens wens. Ja, en het is misschien, maar dat vraag ik eigenlijk aan jou, ook makkelijker om het te verkroppen als je ziet dat het met het team relatief goed gaat. Ja, nou. eigenlijk nog steeds niet, hè? Je wil altijd spelen. Als voetballer wil je natuurlijk altijd voetballen. Dat is gewoon zo, dat zit in je. Maar ontwikkeling is ook belangrijk. Het is een lange weg, een hele carrière. En het gaat niet altijd over rozen, maar gewoon keihard blijven werken en ontwikkelen. Dat is het belangrijkste. Ja, het is misschien wel begrijpelijker als we dat woord gebruiken als je in de trainer verplaatst. Ja, er zijn jongens bijgekomen, het team draait goed. En dan is er inderdaad geen reden om te wisselen. Maar zoals ik al zei, als voetballer wil je altijd spelen, wat er ook gebeurt. Hey, vorige wedstrijd tegen Emmen, dat was denk ik best een belangrijke. Na 2-4-0 nederlaag en het dan in zo'n uitwedstrijd best een lastige, het zo herstellen. Ja, daar kan iedereen heel tevreden over zijn. Ja, we zijn heel erg tevreden. We hebben puntjes eruit gehaald die we wilden verbeteren. Maar zeker over het resultaat, maar ook zeker over de kracht die we uitstraalden, ging het goed. Van Almere City. Hoe vaak wordt Johan Voskamp intern nog aan zijn wedstrijd herinnerd van ooit? Niet heel vaak, maar het mooie is dat ik bij die wedstrijd nog ballenjongen was. En ik stond achter de goal waar hij er zoveel maakte. Dus dat was, dat is bij mij wel bijgebleven. Ja. Weet hij dit ook? Dit? Ja, dat weet hij, ja. Ja, toen zat ik in de, ik zou niet eens weten, C1 of zo, C2. En toen was ik ballenjongen en toen was ik erbij. Ja. De helft minder maken is morgenavond ook genoeg, hè? Ja, maar het zou mooi zijn dat we er zoveel scoren, toch? Nee, we gaan gewoon voor een goed resultaat en dat we onze afspraken nakomen en dan heb ik er vertrouwen in.